Dus dit is een beetje op dit moment mijn setup. Ook geef ik nog een mooie Logitech muis weg. Wat je hiervoor moet doen is... Yo guys, tof dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ga ik iets doen wat ik beloofd heb eigenlijk al een maand te doen nadat ik ben begonnen met YouTube en nooit heb gedaan. Ik ga een setup video maken. Ik heb dit dus nog nooit gedaan. Ik heb er geen verstand van. Ik weet niet hoe het werkt. Ik weet niet hoe dat helemaal leuk is. Dus verwacht amateur content een beetje. Nou, misschien is het wel top content, maar weet ik gewoon niet. Ik ga gewoon basically laten zien hoe het eruit ziet. Wat ik allemaal heb, mijn spullen. Ik ga niet per se laten zien hoe het werkt, want daar heb ik gewoon zelf ook het verstand niet van, zeg maar. En ben je nou benieuwd naar alle producten die ik gebruik of benoem in de video? Check dan de beschrijving uit. Daar staat alles nog even in detail wat is. En dan gaan we nu maar gewoon gelijk beginnen. Zoals jullie weten woon ik nu bij Mick. Dus ik heb mijn setup moeten veranderen, verplaatsen. Het is tijdelijk, ik woon hier maar een maandje. Dus je moet niet naar de kabelmanagement kijken. Echt niet gewoon. En ik zou ook niet weten waar ik moet beginnen. Maar ik ga gewoon mijn camera draaien. Dit is eigenlijk gewoon mijn hoekie. In Eindhoven bij Mick. Ik ga hier even stiekem op de bank staan. Dit, ja, het ziet er best wel als een hoopje zooi uit. Maar somehow werkt het wel allemaal in ieder geval. Ik ga gewoon beginnen met wat je ziet op mijn bureaublad. Ja, met telefoon natuurlijk, met Brawl Stars erop. En wat handig is wat ik hier kan doen als ik naar de IKEA-app ga. Ik heb hier natuurlijk een raampje zitten. En als ik dan hier deze rechter 3 naar deze kant doe. Als ik goed eens kijk, dan gaat dit ding omhoog. En dan krijgen wij toch een heel mooi viewke. Alleen ja, nu wil ik een video maken, dus is dat licht niet handig. Dus ik klik op pauze en ik doe hem weer terug. En dan gaat hij weer netjes naar beneden. Super handig. Nou ja, dat over de telefoon. Mijn portemonnee, ook altijd handig om bij je te hebben. Mijn controller voor mijn PC. En dat leg ik dadelijk nog even allemaal uit. Ja, dit is om dingen mee te betalen. Een kam. Ja, je moet er altijd goed uitzien, jongens. Deze voor een PlayStation als ik daarop ga spelen. Of op PC. Maar nogmaals, leg ik dadelijk even uit die twee controllers. Hier als muis heb ik de Logitech G502 Lightspeed. Het is letterlijk de draadloze versie van de best verkopende muis ter wereld. Dus ja, die moeten we natuurlijk gebruiken als hoofdmuis. Dan weer ook nog een kleine Logitech muis. Dit is de Logitech G915. Dat is letterlijk het nieuwste toetsenbord met de dunste mechanische schakelaars. En deze is ook nog draadloos. Ik kan letterlijk hier hup, eruit halen. En is ook nog draadloos met kleuren. Draadloos en kleuren. Ik vond dat heel erg bijzonder. Dus dat. Ik heb hierboven ook nog een Logitech 4K Brio Stream Edition camera. Waarbij je kristalhelder 4K beeld hebt. Om te gebruiken voor jouw video's. Ik heb natuurlijk iets meer budget. Dus ik heb daar nog een grotere camera staan. Maar voor wat minder budget is dit echt een top ding. Als microfoon heb ik de Blue Blackout Spark SL microfoon. Het is een XLR microfoon. Dus gaat hier een kabel, een joep, helemaal daarheen en dan daarheen. En dan daar komt hij in een Focusrite, een soort tussenkastje tussen de computer en de microfoon. Wat dus topkwaliteit geeft als ik keihard op te blaren en dat doe ik nog alles in video's. Ook geef ik nog een mooie Logitech muis weg. Wat je hiervoor moet doen is laten weten in de reacties waarom jij die wil winnen. En dan kies ik volgende week de winnaar daarvoor uit. Dat kan ik ook even gelijk aan jullie laten zien. Als ik hier naar mijn computer ga en dan klik ik op dit knopje, kan ik dit aanzetten en huppakee, dan gaan deze twee lampen hier keiveel aan. Ja, dan hebben wij hier een hele mooie stoel van Trust. Die is wel bijna kapot en klaar, maar dit nog steeds... Doet jou het goed vol, jongen. Jou het goed vol. Ik heb een Astro headset. Astro A40. Het moment dat ik overstap naar een andere headset, dat zal denk ik nooit gebeuren. Het is echt oprecht de allerbeste headset die er is. Gewoon, ik denk qua alle gamers en die voetstappen fijn vinden om te horen. Nou ja, raad ik je deze aan, de Astro A40 TR. Dan zien we hier nog even iets kleins. Een Focusrite. Dat is een kastje wat tussen mijn microfoon en PC is. Dus hier, de kabel hiervan gaat daarin. En daar gaat de kabel weer van naar mijn PC. En dan werkt dat of zo blijkbaar. Dan even uitleg over dat ik 3 monitoren heb. Plus 2 PC's hier beneden. Korte uitleg. Deze PC is mijn game PC. Dus hier speel ik alle spellen op die ik op de PC speel. En ik zal even naar de andere kant lopen. Als ik dus game op mijn game PC moet ik die gameplay natuurlijk krijgen op mijn normale PC waar ik alles mee doe. Dus ik heb letterlijk hier, als je ziet, 1 klein kastje. Dit is een, je kan het denk ik bijna niet zien, een Avermedia. Het staat in
omschrijving. Een Avermedia nog wat. In ieder geval, dit zorgt ervoor dat alles wat ik doe op deze computer, letterlijk alles, meteen naar deze PC kan gaan. Het is een beetje lastig uitleggen, maar ik kan het jullie laten zien. Deze monitor is mijn game PC. En als die dan op mijn werk PC gaat, dan kan ik op OBS klikken. Dat is het programma waarmee ik alles opneem. En boom, dan zie ik letterlijk alles wat hier gebeurt. Dus ja, dit is gewoon super handig. Een spel als GTA is namelijk best zwaar voor een PC. En als ik die daarop kan spelen, dan heeft mijn hoofd PC hier helemaal geen last van. Dus ja, die monitor en die monitor zijn mijn werk PC's. Daar stream ik mee, daar neem ik mee op. Daarmee doe ik letterlijk alles. Behalve op die, daar game ik letterlijk alleen op. Dan heb je het over mijn softboxen. Dat zijn Elgato Keylights. Die kan je letterlijk zo op je bureau zetten hoe jij wil. En oprecht, ze zijn super fel. Dus die raad ik sowieso aan om echt te halen als je goede kwaliteit softboxen wil. Dan even over mijn camera. Dit is een Sony A6000 met een FE228 lens erop. En er zit ook nog een dummy batterij in. Een dummy batterij betekent eigenlijk dat die altijd aan kan blijven staan en nooit op zal gaan. En dit zit dan ook weer helemaal gelinkt aan mijn PC. Helemaal top. Ik ben ook echt, ik heb geen idee hoe ik deze setup video's maak, omdat ik er zelf de ballen verstand van heb. Het werkt allemaal wel. En hoe dat allemaal werkt, ja, weet ik dan weer net niet, maar ik weet wel dat ik het heb. Dan heb ik hier natuurlijk mijn oh zo mooie PlayStation staan, die een volgens mij was het de speciale editie nog ooit. In ieder geval gekregen van PlayStation, super tof. En dan heb ik hier mijn Elgato nog liggen. Hiermee neem ik alles op van de PlayStation, wat ook weer aan elkaar zit allemaal. Daar hangt hier ook nog een los kabeltje. Die moet ik af en toe mijn Elgato steken als ik wil opnemen met mijn telefoon. Dan gaat dan ook weer meteen allemaal door. Geloof mij jongens. Kijk, dit is een setup video. Hè? Ik laat gewoon zien wat ik heb. Ik kan niet hier alles gaan uitleggen hoe alles werkt, want dat is gewoon echt te veel werk. Ik weet niet of ik verteld wat de monitoren zijn. Het zijn 3 24 inch monitoren van Asus. Linkje zal ook in de beschrijving staan naar deze monitoren. En volgens mij heb ik dan alles gehad, denk ik. In ieder geval aan hoe het eruit ziet en spullen. Ik heb mijn muismat niet verteld. Ik heb nog een muismat ook van Logitech. Best wel, ja, groot genoeg om in ieder geval alles op te zetten. Dus dit is een beetje op dit moment mijn setup. Hoe het allemaal gebeurt. Ik heb nog geen leuke achtergrond. Maar ja, hier moet ik het heel even mee doen een maandje. Ik was trouwens nog vergeten te vertellen dat ik ook nog een giveaway deed. Dus ik, ja, dit is een andere dag dan andere setup en andere kleren en weet ik veel wat. Ik geef een Logitech G203 Lightsync weg. Hier heb je een foto ervan. Dit is een erg betaalbare muis en ook nog op topkwaliteit. Dus wil je die winnen? Laat dan weten in de reacties waarom jij die wil winnen. Dan kies ik volgende week een winnaar uit. En dan wil ik jullie heel veel succes mensen met het meedoen aan de giveaway. Bedankt voor het kijken naar de video. Vond je hem leuk? Doe een blauwduim omhoog. Abonneer beneden op mijn kanaal. En laat weten wat jij van mijn setup vond. Het is natuurlijk een beetje een zooitje, maar dat maakt niet uit. Het is maar voor tijdelijk op dit moment. En dan zie ik jullie morgen weer om 7 uur bij een gloednieuwe video, jongens. Later.